yeah, 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 yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Yo boys, leuk dat ik kijk naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Steven en vandaag ga ik natuurlijk weer al jullie vragen beantwoorden die jullie in de vorige SNID hebben achtergelaten. Jullie hebben massaal op dat blauwe duimpje gedrukt. Ik wil jullie echt heel erg bedanken voor de support sowieso op SNID en sowieso op al mijn video's. Heel erg bedankt voor jullie support. En dan gaan we meteen beginnen met deze aflevering. Allereerst dat over de gameplay op de achtergrond. Ik kom echt serieus alleen nog maar in playing games op Black Ops 3. Niet normaal. Dus dit is ook een play game op de map Spire. Ik speel lekker Domination met de Q. Daar kun je lekker naar kijken. Ik ga best wel lekker. Ik heb hem vanochtend gehaald. Dus even heel snel voor deze aflevering. Dus daar kunnen jullie lekker van genieten. En dan gaan we meteen beginnen met deze allereerste vraag. Deze allereerste vraag is van Goldbrick Animation. En vraagt deze aan Sandy. Welk netwerk zit je? Misschien vinden jullie het nu dom. Maar ik zat te twijfelen. Ging het nou over mijn internetnetwerk, weet je wel? Mijn internet, mijn provider... Mijn televisie. Of hebben jullie het over mijn YouTube-netwerk? Dus ik ga gewoon alle twee beantwoorden. Misschien jullie denken van... Oh, Stine, wat ben je dom. We hebben het over je YouTube-netwerk. Nou, ik zit ten eerste zit ik bij Ziggo. Ik zit bij Ziggo voor netwerk en televisie. En voor YouTube zit ik bij Divimove. En waarschijnlijk kennen jullie Divimove wel. De meeste grote YouTubers van Nederland zitten ook bij Divimove. Waaronder... Ja, ik ben nog niet heel erg groot. Maar ik zit ook bij Divimove. En het is gewoon super chill netwerk. Helpt ze met alles als je vragen hebt. Af en toe hebben ze volgens mij ook nog evenementen. Zoals vorig jaar ben ik naar paintball geweest als dat. In Almere volgens mij. Ja, Almere was dat. Toen ben ik met hun wezen. Paintball was super gezellig. Dus echt super netwerk. Super tof. We regelen alles heel erg goed. En ze helpen je met alles als je vragen hebt. Dus super relaxed. Volgende vraag is van Ser24 en vraagt #AskSandyDay. Welk pretpark vind je het leukst en waarom? Ik ga niet heel vaak naar een pretpark. Maar als ik naar een pretpark ga, dan is het toch wel echt Walibi. Waarom Walibi? Daar zijn gewoon de meeste, ja, extreme attracties. Je hebt natuurlijk de Goliath. Dat verveelt nooit. Ik ben er nooit één geweest trouwens. Ik ben nooit in een Goliath geweest. Ben ik ook niet van plan snel te doen. Maar ze hebben wel gewoon elke keer attracties waarvan je zegt van... Oh, dat verveelt niet. Dat is juist leuk. Walibi is natuurlijk heel groot. Kun je heel veel dingen doen. Als het er ook bijvoorbeeld warm is, heb je waterattracties heb je ook. Dan moet je zo, ga je zo tollen. Dat is ook wel heel grappig. En je kunt er gewoon heel erg veel dingen doen. Het is gewoon echt niet normaal. Ze hebben er natuurlijk ook laatst een paar nieuwe attracties bijgekregen. Dus dat is natuurlijk altijd leuk. En als ik naar de attracties ga, dan is het toch wel echt Walibi. Misschien wel Efteling, dat zijn ook nog wel leuke dingen. Maar 9 van de 10 keer ga ik naar Walibi. Volgende vraag is van Rolf Jens. Die vraagt #SandyDHD. Woon je in een huis of in een flat? En ik heb in een flat gewoond, in het centrum. Eigenlijk mijn hele leven. Ik woon sinds volgens mij 4, 5 jaar woon ik in een huis. Net buiten het centrum. Dus antwoord op je vraag. Ik woon nu in een huis. Maar ik heb in een flat gewoond. En dat was ook wel... Redelijk relaxed was ook... Het was best wel een groot flat. Maar je woont natuurlijk liefst in een huis met een tuin. En allemaal dat soort dingen. Een schuur. Ik weet niet wat allemaal. Gewoon een lekker huis. Gewoon chill. Niet in een flat. Gewoon een huis. Volgende vraag is van Tiro Vermeulen. Die vraagt #SandyDHD. Ben je ooit van plan een outro te gaan doen in je video's? En ik heb inderdaad geen outro. Waar ik me een beetje aan irriteer. Want dat vind ik wel professioneel overkomen. Ik heb volgens mij vorige week heb ik het al verteld. En als dat niet vorige week was, dan was dat de week daarvoor. Heb ik al verteld dat ik een hele revamp ga maken. Of wil laten maken voor mijn hele social media, YouTube gebeuren. Ik wil een nieuw logo, nieuwe intro, outro wil ik er dan bij doen. Ik wil een nieuwe Twitter header. Ik wil een nieuwe YouTube banner. Ik wil een nieuwe... Nee, dat was het eigenlijk wel. Ja, een nieuwe intro nummer wil ik er dan ook bij. Weet je wel, allemaal dat soort dingen ben ik nu allemaal aan het regelen. Ik moet... Allereerst ga ik voor dat nieuwe logo, dus het komt zo snel mogelijk aan. Maar er komt een outro gewoon in mijn video's. Dat vind ik gewoon veel professioneel uitzien. Vind ik ook gewoon veel leuk, gewoon fresh, weet je wel. Gewoon lekker fresh. Volgende vraag is van Stef en die vraagt #SandyD. Supporten hier voor België op het EK voetbal nu Nederland niet meedoet? En inderdaad, Nederland doet niet mee aan het EK. En het EK dat begint, volgens mij als het goed is, deze week of volgende week al. Aan het eind van de week en aan het begin van de week. Ik ga dat sowieso kijken. 100%. En support België. België is wel echt een heel sterk voetballand hoor. Want ze hebben Hazard, ze hebben De Bruyne. Ze hebben Courtois, ze hebben Kompany. Ze hebben Blaas, ze hebben die, ze hebben zus, ze hebben zo.
Niet normaal. Dus ik denk wel dat ik voor België ben. Ik ga niet voor Spanje zijn of zo, want die flikkers die kunnen er krijgen. Omdat ze ons natuurlijk uitgeschakeld hebben bij WK en het EK hebben ze natuurlijk ook al gewonnen. Dus fuck Spanje. En ja, ik ga denk ik wel voor België zijn, anders weet ik het anders niet. Ik ga niet voor Frankrijk of zo zijn. Dus ik support België. Ik wil rode duiven worden. Nee, een grapje. Nee, maar ik zal België sowieso supporten voor het EK, want ze zijn echt sterk. Ik ben echt benieuwd hoe ver ze komen, jongen. Want bij het WK zijn ze volgens mij ook heel erg ver gekomen. Dus ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Volgende vraag is van Rico Westerloon. Vraagt #SNID. Wat is je lievelingsbordspel? Mensen erg je niet. Of ganzenborden. Dat is één van die twee. Ik speel het niet meer heel veel. Maar als ik het speel is het meestal mensen erg je niet of ganzenborden. Of misschien zelfs Monopoly. Dat vind ik ook nog wel eentje. Maar als ik zou moeten kiezen, dan is het denk ik toch... Mensen erg je niet. Dat vind ik gewoon heel erg grappig. Want dan worden mensen gewoon boos wanneer je ze night weet. Dat is gewoon heel erg leuk om te doen. En ik speel het niet meer heel vaak. Want ik speel nu heel veel op de PC of heel veel op de PlayStation. En anders ben ik helemaal weg. En wij zijn sowieso niet mensen. Mijn familie is sowieso niet de familie die bordspelletjes gaan doen. Dus, dat is dus. Komen we aan bij de laatste vraag. En die is van MaxiBoy6969. En daar moet ik heel erg dichtbij gaan kijken. Die vraagt #SandyD. Heb je ooit wel eens gehad dat je je geluid van je headset zo hard had staan dat je keihard aan het praten was tijdens een opname? Pees je een beast. Jij hebt ook beast, MaxiBoy. Dat heb ik zeker gehad. Toen heb ik echt... Niet normaal schijnbaar geschreeuwd. Terwijl ik dacht dat mijn headset niet eens hard stond. Maar ik heb toen echt bijna de hele straat bij geschreeuwen. Zeg dat zo? Geschreeuwd? Nee, geschreeuwd. en dat was echt heel erg hard. Want ik heb normaal nooit echt mijn headset hard staan. Maar tijdens een opname, ja, ik heb één keer opname gehad. Dat ik heb mijn volume heel erg hard aangezet. En dan moest ik ze luisteren waar ze waren. Toen heb ik echt lopen schreeuwen schijnbaar. Dus dat heb ik zeker... gehad. Heb ik niet heel vaak, maar dat heb ik zeker wel een paar goede keren gehad. Maar dat was hem alweer voor deze week, jongens. Super tof dat jullie deze vraag hebben achtergelaten. Vind ik echt super leuk om te beantwoorden. Mocht je het leuk hebben, vond het natuurlijk even een blauw duimpje achter. Ben je nieuw op mijn kanaal, check natuurlijk mijn kanaal uit voor meer van dit soort video's. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal. En laat meteen een reactie achter wat jij aan mij wilt vragen voor volgende week. Dus jongens, super tof. Super leuke vraag zoals ik net al zei. Laat je vragen achter. Volgende week, zoals ik net al zei, laat een duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je weer bij de volgende video. En hopelijk weer bij een nieuwe #AskSandyD. Later, jongens.